Het Korps Politie Suriname is versterkt met ruim 280 manschappen die beëdigd zijn tot buitengewoon agent van politie. De recruten die met goed gevolg de elementaire politieopleiding hebben afgerond, zijn op woensdag 7 december 2022 beëdigd door waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsing. U heeft het traject als op uw been bijna achter de rug, maar u bent er nog niet. U bent wel stappen verder dan waar u was toen u een aanvang maakte met de opleiding. Nu bent u meer dan de doorsnee burger die toen binnenkwam. Want u heeft skills meegekregen. U heeft meegekregen wat wet en recht is en hoe daarmee om te gaan. Met deze beëdiging stijgen dus ook uw verantwoordelijkheden. Ik onderstreep de speech van de vertegenwoordiger van de SPB. Heel veel, heel goed heeft u op uw plichten gewezen en daarna uw rechten. De beëdiging tot BFV zet een schepje bovenop. U bent nog net geen politieambtenaar, maar zal straks de ondersteuning moeten geven aan de politie. Daarbij gebruik maken van de kennis die u de afgelopen periode heeft meegekregen. Ik reken op u. Wees u inderdaad een ondersteuning, maar wees niet overmoedig. Niet dat u vandaag bent beëdigd en vanmiddag krijgen we een bericht dat je huis op in bent gaan doen. Dat pikken we niet. Niet doen. Ja? Laat u leiden bij elk optreden of elke actie. Het onderscheid tussen goed en slecht. En neem u het goede over. Meneer Kensmil, is met deze beëdiging voldaan aan de behoeften van het KPS? Zover ik weet, is de uitstroom groter geweest dan deze magere aanvulling. Dus absoluut niet. We hebben meer personeel nodig. We zeggen dat op basis van berekeningen die zijn gemaakt, hoeveel politiemannen er nodig zijn per groep van de bevolking. Om hoeveel beëdigden gaat het vandaag? Het gaat vandaag om 281 beëdigden tot buitengewoon agent van politie. De mensen zijn vandaag beëdigd tot buitengewoon agenten van politie. Daarmee is slechts invulling gegeven aan het onder leiding van een gegradueerde bij de politie hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dus zelfstandig handelingen plegen, zou ik deze jonge mensen op dit moment niet aanbevelen, vermits het gaat om een heterdaad situatie. Ja, ik zou ze het niet aanbevelen. Ik wil graag politieagent worden, omdat het een gedisciplineerde organisatie is. En ja, voor een betere toekomst, voor mijn zoontje en ik. En ja, om een zelfstandige vrouw eigenlijk te worden. Voor mezelf en ja, voor een betere toekomst. En hoe heb jij de training ervaren? De training heb ik wel best wel aardig ervaren, leerrijk. En ik ben er sterker van geworden, dus een sterke vrouw geworden daarvan. En die trainingen waren goed. Ik heb mezelf leren ontdekken dat dingen dat ik eigenlijk niet kon doen, ik wel kon. En ja, door alles heen heb ik me doorgezet en ja, ik voel me nu beter en ben sterker ervan geworden.